Dag beste leden, mijn naam is Alain Ruissonhoff, golf professional, golf Okkenburg. Ik neem jullie vandaag mee om te laten zien hoe je de pitchmark het beste kan repareren. En waarom we pitchmarks moeten repareren. De voornaamste reden is dat we zuinig op onze baan willen zijn en zeker ook onze green. Als we de green goed bijhouden, dan verlichten we ook het werk van onze greenkeeper. Maar met veel speelplezier moeten we ervoor zorgen dat de greens goed in conditie zijn. Ik zal je nu even laten zien hoe dat wordt gedaan. We zien hier twee pitchmarks. Ik ga je de goede en de slechte manier laten zien. Je kunt altijd kiezen voor een pitchfork of een lange tee. Hij moet wel lang genoeg zijn, want ik moet duidelijk onder het diepste punt kunnen komen van de pitchmark. Dus als ik hem op de juiste manier wil repareren, steek ik de pitchmarken in en ik breng hem naar binnen toe. Ik breng hem diep in en ik breng hem naar binnen. En dat doe ik rond de gehele pitchmark. En dat is een aantal keer. Totdat je ziet dat het gras omhoog komt. Nadat ik klaar ben, het enige wat ik dan nog hoef te doen, is hem aan te stampen. En is de pitchmark verdwenen. Zojuist heeft u gezien hoe de pitchmark op de juiste manier wordt gerepareerd. Van onder naar binnen toe. En nu laten we zien hoe je het niet moet doen. Zo willen we het dus niet hebben. Waarom was dat fout? Dat was fout omdat ze haar voet gebruikte, dus dat geeft te veel schade. Maar ten tweede komt alles naar binnen toe en dat is niet goed voor het grasbestand. Alain gaat nu laten zien hoe het wel moet. Hij steekt zijn pitchmark schuin erin en drukt het naar voren. Schuin erin en naar voren. Hij doet het niet te lief. En dan aan de andere kant schuin en dan zie je, dan komt er een heel stuk omhoog en nu pakt hij de putter en dan stampt hij het heel voorzichtig aan en als het goed is zie je nu echt niet meer waar de krater zat. Hier zie je een aantal pitchforks op een rijtje liggen waarvan eigenlijk degene die met die lange tanden, die zijn het meest geschikt. Die witte plastic, die zijn het minst geschikt want die hebben te korte tanden. Lange tanden zijn nodig om ze rond de pitchmark te steken en dan pas kun je eigenlijk de grond daaronder goed omhoog halen, waardoor je de pitchmark heel goed herstelt. Dus koop pitchforks met lange tanden.